Ik zeg je alvast geen chucha's vandaag. Wat zeg je nou? Geen chucha's vandaag. Niet zo wijzen met je vinger. Ik heb die andere aflevering gezien. Rappers denken altijd dat ze me kunnen testen en shit. Ik hou niet van die shit. Mijn naam is Defano Holwijn en dit is Red Bull Rap Champs. De gameshow die volledig draait om rap en hip-hop. Iedere aflevering strijden twee teams gevuld met jouw favoriete artiesten tegen elkaar om erachter te komen of ze net zoveel weten van rap als jij. En ook vandaag draait het weer om die titel: Rap Champs van Nederland. En dat niet alleen, maar het verliezende team gaat het winnende team promoten in deze camera. Heren, duidelijk? Sowieso, 100. Heren, duidelijk? Duidelijk. De energie zit er goed in, laten we beginnen. Let's go. In Red Bull Rap Champs spelen we 4 rondes en het team met de meeste punten aan het einde van de aflevering wint. En we hebben natuurlijk 2 topteams weer klaarstaan. Aan mijn rechterhand, de eerste man die ik ga introduceren is iemand die het fundament onder de Nederlandse rap game gelegd heeft en vaker op je beeldscherm te vinden is dan je screensaver. Wauw, Bars. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Rotjo. En Rotjoch is natuurlijk niet alleen. Naast hem staat iemand die zijn naam kreeg van een lange vloei. De grootste rapper van Den Haag. De man uit het Wilde Westen. King Size. Dankjewel, broeder. Je weet het. We zijn er, man. Dan gaan we natuurlijk naar de overkant. De tegenstanders. Je zou denken dat het de bad guy is uit een James Bond film. Maar deze man zet zich in voor zijn medemens. Heeft vele kunstvormen unlocked. En is bovenal een van de meest authentieke rappers in de game. Ik heb het over Skaffa! Ja. En naast Skaffa staat ook niet zomaar iemand. Door zijn kenmerkende gouden tanden heen komt deze man al jaren met enge bars en flows. Hij is net als Skaffa onderdeel van de samenzwering genaamd Scheme O15. Maar gaat Mata Mata ons vandaag, net als zijn debuutalbum, uitleg geven over de gang van zaken. Give it up for Mata! Jullie zien het. 2 topteams. Maar hoe zit het met de namen? Ik ben benieuwd naar deze kant. Verschoor heeft hier een weddenschap opgelegd, hè? Dat zeg ik alvast. Maar, heren, jullie naam. Wauw, ik vind het sowieso heel spannend, want ik heb een probleem, hè. Ik onthoud nooit lyrics. Daarom ben ik geen rapper geworden. En ik onthoud nooit titels. Dus daar heb ik al een groot probleem. Maar ik ben met King Size. King Size weet alles. Gaat goed komen. Ik zie je zet jezelf al in die underdog. Yeah. Oké, is misschien een bewuste zaak. Maar jullie naam, hebben jullie al een naam verzonnen? Team Float, toch? Team Bro, betaal me direct. Betaal me direct. Give it up for Team Float. Ja. Ik moet zeggen, die zag ik echt niet aankomen. Aan de andere kant, heer, hoe gaat het met jullie trouwens? Super. Super, gesmeerd met jou? Met mij ook gesmeerd, man. Ja, man. Die gaat lekker gesmeerd. Die ga ik vaker gebruiken. Ja, man. Ik ben ook benieuwd of jullie een gesmeerde naam hebben. Delfts Blauw. Delfts Blauw. Oké. Dus aan mijn rechterhand hebben we Team Float. Aan mijn linkerhand hebben we Delfts Blauw. Maar natuurlijk, de andere man in ons midden mogen we niet vergeten. De factchecker. Huh? De man die zijn feiten altijd op een rijtje heeft staan. Huh? De man die je wil horen. Het is Mr. We In Here. We In Here! Show bangers! Ik zeg je alvast, geen chucha's vandaag. Wat zeg je nou? Geen chucha's vandaag. Niet zo wijzen met je vinger. Ik heb die andere aflevering gezien. Geen chucha's vandaag. Bro, je kan ook punten in minder. Je kan ook in de min gaan bij mij. Maakt niet uit, we trekken recht. We trekken recht, maar ik ben op jouw huid vandaag. Rappers denken altijd dat ze me kunnen testen en shit. Ik hou niet van die shit. Ik ben op jouw huid vandaag. Nee, maar je moet echt kritiek kunnen. Dat is gewoon een kleine kritische noot, hè? Nee. Is een fatu, maar anders praten tegen mij. Wow. Komt goed. Oké. I got you. For show. Yes. Welk hip-hop feitje heb je voor ons vandaag? Blaas ons omver. Voordat Fergie bij de Black Eyed Peas zat, waren ze eerst de andere groep genaamd A Tribe Beyond a Nation. In 1992 waren ze getekend bij een legendarische rapper. En ik weet bijna zeker dat jullie niet weten welke rapper. Maar het is Eazy-E. Oké. Shout out naar jou. Dankjewel voor het mooie feitje. Dan is het nu gewoon tijd voor de eerste ronde. 8 bars.
In de ronde 8 bars leg ik jullie 8 iconische bars voor uit de hip-hop geschiedenis. Maar vandaag spelen we de ronde net iets anders. Vandaag zijn de bars van bekende Amerikaanse artiesten vertaald naar het Nederlands. Ik lees een bar voor en aan jullie de taak om te zeggen van wie deze line is. Het team dat als eerste op de knop drukt, krijgt de beurt. Geef je een correct antwoord, krijg je 5 punten. Weet je ook nog eens de track te benoemen, levert dat een extra punt op. Dus er zijn 6 punten per line te winnen. Volgen jullie het? 100. Volgen jullie het? Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik voel een bepaalde spanning. Jullie moeten even loskomen. Ja. Nee, let, met die vertaling is niet lauw, man. Met die vertaling is vrij vertaling. Google Translate apps zijn aan in mijn hoofd. Ik voel die spanning, maar het is niet, het is te doen. Concentratie, dit is concentratie. We zijn benieuwd. Oké, is goed. We gaan beginnen met line 1. Kijk, je ziet me rijden door mijn oude buurt. Maar ik ben in mijn nieuwe auto. You got me riding in my old hood, but I'm in a new whip. Same old attitude, but I'm on a new shit. Meek Millie. Hey. Wie? Meek Millie. Meek Millie. Maar, als je ook nog de track weet te benoemen. I'm a boss. Ja, man. De eerste 6 punten zijn gescoord. Zie je, het is niet moeilijk. Deze man begint al te rappen en zo, we zijn erin. Nu zijn we erin. Wie is het? Nee, man. Ik zeg je, ik weet geen niks. De volgende weten jullie allemaal. Line nummer 2. Echte G's bewegen in stilte als lasagne. Het is Lil Wayne. Het is inderdaad Lil Wayne. Weet je toevallig ook de track te benoemen? Is het 6 foot, 7 foot? Ja, dat is het wel. Ja. Inderdaad. En de originele lijn is dus Real G's move in silence like lasagne. Worden jullie wel een beetje stil van, hè, jongens? Ja, maar wij luisteren die pokus niet in het Nederlands. Wow. Jullie hebben Google Translate aan. Nee, stek je dan. Rotjoch is hier niet eens. Heren, er zijn nog genoeg punten te verdienen. We gaan door naar line 3. Ik heb swag uitgevonden. Op flessen. Moet ik echt? Supermodellen in de taxi. Bewijs. Ik denk dat ik mijn swagger terug heb. Waarheid. Het is Jay-Z. Hij weet de track, als je hem niet heeft. Otis. Ja. Hij is on a streak, man. On a streak. Nou, 3 op een rij. Team kan float, hè? Team float, hè? Float. Grote float. Ze zijn los. Zie hoe los ze winnen? Ze zijn los. Oké. We gaan door met line nummer 4. Hallo, kinderen. Yo, ja, man. Ik. 36 Chambers, man. De Wu-Tang Clan. Nee, ik vind het wel mooi dat je hem gegokt. Ja, en hij dacht gewoon van, ik druk gewoon voor dat King Size kan drukken. En dat maar zie ik zeg wel. Jou eerlijk, hè, ik denk dat ik het weet. Oh, oké. Is het Eminem? Oh, wat duur. Maar, ja. Ik heb die lijn eens afgemaakt. Het is ja. Hi kids. Do you like violence? Kijk, Rotjoch, hij is echt blij. Hij is maar echt blij. Nee, Poku geef ik hun een kans, weet ik niet. Oké, Poku, hij geeft jullie een kans. Weten jullie misschien welke track het is? Eminem? My name is. Hey, een puntje is binnen. Hey, die Jantje is niet gebeurd. Maar dat klopt niet, toch? Of wist je die naam? Nee, ik wist hij gaf hem weg. Poku wist ik niet. Hé, hey, jongens, ik ben echt blij, want ik dacht wat een Jantje. Nee, hij zei maar, ik zei maar. Heren, het ijs is nu gebroken. Jullie zijn nu ready for the war. Line nummer 5. Goed zo. Ze vraagt of ik van haar hou. Mattie, wat doe je? Heb je nog iets anders dan red in je leven? Mattie. Is Drake. Kaak. Welke track? God's Plan. Ja. Ja, toch? She said, do you love me? Ja. I tell her only partly. Ja.
Gun ze hierna gewoon, laat ze even. Gun ze gewoon eentje om te kijken. Bro, we gunnen niks, bro. Nee, bro. Let's get it. Zijn nog een paar rondes. Deze kennen jullie, maar er zijn genoeg punten zijn nog te genoeg behalen. Rondes. Ja, line nummer 6. No problem. Wanneer ik doodga... Biggie Smalls. Hey! Ja. Weet je toevallig ook welke track? Woman hold her head and cry. Slaap lekker, dat niet. Dat ook op die tune is die fact ook... checken, far. Hey, op die tune is die ook gebruikt. Nee, maar wacht. Maar weet je wat het is? Die met pak. Nee, weet je wat het is? Je weet niet welke line het ja, is. Ja, je weet niet welke line het je is. Je weet alleen dat hij zegt wanneer ik dood ga, maar de hele line... When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't fucking hard to tell. Oh ja, dat is wel de line. Don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in... En op die freestyle doet hij het ook. Ja, oké, okay, ja. Echt gelijk. Extra punt. Ja, he got it. Hey, heel scherp. Line nummer 7. Ik zei tegen de dokter, ik ben een gezonde jongen. Ik rook broccoli. Chief Keef, man. Oeh, het is een hele goede gok. Maar het is geen Chief Keef. Is het Kodak? What the fuck? Dat dacht ik ook. Ik zweer het je, dat dacht ik ook. Bro, dit is Kodak. Bro, hij is de beste die ik ooit heb gezien, bro. Maar hoe kom je op Kodak? Ik weet hij gewoon broccoli. Hij gebruikt die woord vaak. Ja, precies. Nee, man. Weet je toevallig ook welke track? No Flakke. What the fuck? Eerlijk, man. Dit gaat niet leuk, man. Hey, ik denk dat jij het script hebt gezien, man, bro. No cheat codes. Jawel, papa. Ik heb die aflevering gezien, ik heb je op gewacht, Neffel. Weet je wat de grap is? Toen ze me vroegen om met dit mee te doen, toch, zei ik, ik wil alleen meedoen als hij in mijn team is. Nu weten jullie waarom. Hij heeft niks gezegd, toch? Hij staat gewoon zo. Ja, bro. Oh, goed. Let's get it. We gaan door met line nummer 8. Ik had een droom. Dat ik mijn weg naar de hemel kon kopen. Toen ik wakker werd, gaf ik het uit aan een ketting. Kill fucka! Dus wacht even, sorry. Je rapt die line, maar je drukt niet. Fucka! Ja, ik weet niet. Hij weet niet meer van wie hij hem heeft geschreven, snap je? Ik weet toch, ik heb zoveel teksten geschreven. Broer, je rapt die line. Oké. Dus kan je. Hij keek ook naar mij, hij zei, oh ja, ja. Ik zat ook na te denken, te vertalen in mijn edit. Ja, maar ik heb geen probleem, die heb ik jullie gegeven. Wait till I get mama. Ik wil die poko heet. Bank in hell, man. Oldschool classic, nee. Oké, maar die track? Nee. Jij misschien, Rotjoch? We willen jou ook horen. Ik luister geen Kanye, man, bro. Dus ik weet het echt niet, man. En dan met afmaken, can't tell me nothing. Ja, dat is het. Dus jullie hebben toch een puntje gescoord. Nou, lekker jongens. Tussenstand, best spannend. Team Float, heel goed gedaan. Jullie hebben ook je ding gedaan. Hoeveel staat het dan? Dat is nu de vraag. Hoeveel staat het voor show? Na ronde 1 is de tussenstand Delft Blauw met 8 punten. Maar aan de leiding, Team Float met 40. Oh, jeez. Grote float. Maar Rotjoch blijft wel in zijn element. Hij behandelt het een beetje gewoon als een 101. Die ander rapt, hij luistert gewoon. Beetje ad-libs, soms maar. Niet al te veel. Je hebt toch niet al te veel zweet. Ik loef je. Maar Team Float gaat super lekker. Okay. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n hoge tussenstand gezien bij ronde 1. Maar heren, laat je niet uit het veld slaan, hè? Uiteraard niet. Laat je niet uit het veld staan. Dat gaan wij niet doen. Er zijn nog genoeg rondes te pakken. It, we gaan meteen door naar ronde 2. Via. In de tweede ronde gaat het allemaal via. Ik noem 2 rappers op die jullie moeten verbinden door middel van samenwerkingen. Jullie mogen overleggen en schrijven vervolgens de route van rapper naar rapper op jullie whiteboards. Wanneer ik het zeg, laten beide teams de whiteboard zien. En het team met de kortste route van rapper naar rapper verdient 10 punten. In deze ronde zijn er dus in totaal 30 punten te behalen. En jullie kunnen een grote comeback maken als jullie alles pakken. Ik voel dat het erin zit. We gaan het zien. We gaan beginnen. Route 1. De kortst mogelijke route maken van Appa naar Dr. Dre.
de kortst mogelijke route maken van Appa naar Dr. Dre. Hey, fuck it up, hey, fuck it up, hey, 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 hey. Ja, ja, ja. Ja, man. Oké, 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 wacht, 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 zijn we nog tijd? Er is nog tijd, er is nog tijd, er is nog tijd. Van Appa naar Dr. Dre, de heren zijn gebrand op die comeback, ze zijn al klaar. Jullie zijn allebei klaar? Ja. In 3, 2, 1, go. Jullie route was? Van Appa naar Dr. Dre. Salah Eddin, Focus, Dre. Wie is Focus? Amerika toch, Aftermath man. Ik ben producer, ja. Oh, moest het artiest zijn? Ja. Oh nee, 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 nee. Word up, word ze up. Hebben daarvoor in de supermarkt samengewerkt, snap je? Jullie waren daar niet bij. De come-up. Dat was de come-up. Okay. Maar ja. Wat is jullie? We hebben Appa Mr. Props, 50 Cent, Dr. Dre. Nou, Appa heeft pokken met Mr. Props, Props heeft pokken met 50 Cent. 50 Cent heeft pokken met Dr. Dre. Simpel. En hey! Deze heb ik opgeschreven. Hey. Ja, okay. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Je was echt gezien. Ik snap wel wat jullie hebben gedaan, man. Ik fok er wel mee. Ik geef jullie ook gewoon 5 punten voor. Want het is niet duidelijk gezegd dat er geen producers mochten, man. Dus ik... Oké, okay, sterk, 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 sterk. Gewoon een kleine bon chance. Lekker, man. Ja, top, man. Route 2. Van Yo Silvio naar Eminem. Van Yo Silvio naar Eminem. Wacht, ik denk dat ik deze misschien wel weet. Ik weet wel, ik weet wel. Ik weet helemaal niks, man. Ik weet niet eens één pokoe van Yo Silvio nu op te noemen. Zeg maar, met wie? Of een artiest? Je mag nog even nadenken als je wil, hè? Dan wil je nog even nadenken, Scava. Ja, pff, nee, man. Ik ben wel benieuwd naar het antwoord, heel eerlijk gezegd. Oké, okay, nou, dan gaan we weer aftellen. We gaan hem omhoog gooien in 3, 2, 1, go. Heren aan mijn linkerkant, we gaan even jullie route bekijken. We hadden geen route, man. Ik zie Yo Silvio naar Kruis, naar... De Kruis is gewoon niks. Het is gewoon de universe. Is diep, man. Is diep. Alles is een beetje achteraf. Alles is connected. De universe. Ja, ja. Is diep, ik zeg je eerlijk. Ik zie wat jullie hebben gedaan. Shana Dels Blauw, jullie hebben je ding gedaan. Deze kant was wel aan het lachen, was wat positiever. Even jullie route bekijken. We hebben van Yo Silvio naar Lijpen, van Lijpen naar Boef. Van Boef Tory Lanez, Tory Lanez met Drake, Drake met Eminem. Ik vind het heel creatief, maar het is niet goed. Waarom niet? Tory Lanez en Drake hebben geen tune. Je zou denken, echt? Allebei uit Canada, ja. Misschien tune samen. Ze hebben geen tune samen. Ze hebben geen tune samen, man, bro. Ze hebben geen tune samen. Dat is wel echt lekker, man. Een nog snellere route was geweest. Yo Silvio, Ali B, Akon, Eminem. Ik dacht nog dat Akon in dit verhaal terug zou komen, maar ik wist niet waar. Hij moest ergens terugkomen. Ik wist het. Oké. We gaan naar de laatste route. Er zijn nog punten te pakken. Dels Blauw, blijf erbij. Want route 3 is van Frenna naar Travis Scott. Die is makkelijk. De kortste route van Frenna naar Travis Scott. Aan deze kant hoor ik al, die is makkelijk. De heren aan de rechterkant. Rotjoch is helemaal veranderd, man. Ik weet helemaal niks, en ik weet niks. Ja, maar hij voelt fire, toch? Hij weet iets. Hij zegt, ja, ja, ja. Oké, let's get it. De routes zijn uitgestippeld. Heren, jullie mogen ze laten zien in 3, 2, 1, go. Ik kon dezelfde. Oké, maar ik weet niet wat de routes waren. Mag ik ze zien? Ja, dezelfde route. De route was Frenna naar Heady One, naar Drake, naar Travis Scott. Sterk. Ja, en jullie hebben? Same. Frenna, Heady One, Drake, Travis Scott. Dat betekent dat jullie allebei punten pakken, heren. Lekker, netjes, netjes. Ja, ja, is een applausje waard. Lekker, man. Dat zijn ze. Is een applausje waard. De achterstand is wat ingehaald, hoop ik. De heren hebben hun best gedaan. Het ging niet zo vlekkeloos als bij ronde 1. Wat betekent dit voor de tussenstand voor show? Voor de tussenstand betekent dit dat Dels Blauw op 23 punten staat. Hey. Maar nog steeds aan de leiding. Team Float met 60.
23,60. Hartstikke mooie tussenstand. Maar voordat we verder gaan, volg de socials van Red Bull Nederland. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Complex NL om op de hoogte te blijven. En dan is het nu tijd voor ronde 3, de veiling. Ja, lekker. In de derde ronde spelen wij de veiling. Ik gooi een thema op binnen de rap scene, dan open ik de veiling en mogen jullie een bod doen op basis van hoeveel correcte antwoorden jullie denken te kunnen geven. Het team met het hoogste bod mag gaan spelen en lukt het jullie niet om jullie bod waar te maken, dan gaat de beurt naar de tegenpartij en hebben zij maar één correct antwoord nodig om al jullie punten te stelen. En het thema van vandaag is diss tracks. Nationaal en internationaal. Dan vraag ik me eigenlijk meteen af, heren. Hebben jullie ooit een diss track gemaakt of zijn jullie ooit gedist? Ik heb de hele kasten mee vol staan met die diss tracks. Je hebt kasten vol met diss tracks? Met verstuurd en ontvangen, zeg maar. en dan heb ik meteen een vraag. Hoe voelt het om gedist te worden? Maar hoe is dat? Heb je dan van... Nee, maar dat was ridiculous. Die mensen zeiden gewoon een bullshit. Maar je hebt dus nog nooit een line gezien waarvan je dacht, hé, Saak, die doet wel pijn. Nee, ik niet. Maar ik zie jou... Nee, ook niet. Okay. Hell no. It's fabricated. Oké. Okay. Jullie ooit gedist? Ja, ik taan to disses, maar mensen die hele pokoe schrijven, 3 coupletten omdat ze niet bij 101 bar zijn uitgenodigd. Maar ja, hey. Brief naar Rotjo. Hey, shit, hey, ja, man. Niet zo toch. Hoe voelt dat? Wij liggen helemaal in het deuken op de redactie bij 101 bar. We rollen op de grond, jongen. we spelen die shit. Plus, we posten het ook nog op de website. King Size, jij? Nooit. Ik wacht nog steeds. Wauw, dus jij denkt van als het komt, dan wil je juist. Maar je hebt wel geschreven, je hebt wel districts gemaakt. Nee. King Size? Nee. Jawel. Oké. Jawel. Ik was een beetje vergeten, jawel, je hebt gelijk. Oké. Okay. Goeie factchecker, man, hebben jullie daar. Jullie horen het genoeg districts in de omloop. Laten we teruggaan naar het thema. Het thema is... Districts, nationaal, internationaal. Jullie mogen nu met elkaar overleggen. Oké. Bij zoiets zou ik zeggen. Ik zal gewoon zo even doen. Oké, namens. En de veiling is geopend. Team Float, hoeveel correcte antwoorden denken jullie kunnen geven? 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. Wauw. Oké. 13. 13. Wat zeggen jullie? 15. 15! Dels Blauwe zegt 15. Ze mogen hem hebben. Ze mogen hem hebben. Ze mogen hem hebben? Jullie denken dat 15 niet lukt? 15 met titel? Nee, ja. Maar. We gaan het zien, de heren van Dels Blauwe zijn jullie klaar. 15 districts, nationaal en internationaal, alleen de tracknamen. Zijn jullie ready? Uiteraard. Team Dels Blauwe mag beginnen in 3, 2, 1. Take it away. Toepak je de map. Ether. Got yourself a gun. Minitak de feiten. Minitak geschiedenis. Katoenplukker, Youssef en Kamal. The bridge is over. Mm-hmm. Hoe ver zijn we? 7. 7. 7. Kodak Black, Super Gremlin. Sterk. Gucci Man. The Truth. Mm-hmm. Nog 6. Oké, okay, dan gaan we verder met Youssef en Kamal, Reemster Dis. Mm-hmm. Nog 5. Gucci Mane, all these rappers are all my children. 20 seconden nog. Yo Gotti is a buster. Let's go. Wat? De Faxi stay van Flex. Geert Wilders dis bij Paramoco. Station Groen. Genoeg. Ja, bro, ik zei het. Het was 100%. Oké. Ik zeg je eerlijk, jullie zagen deze niet aankomen. Nee, man. Nog een beetje inlopen, is geen probleem. Beetje inlopen, ik ben benieuwd wat het zegt voor de tussenstand. Voor de tussenstand, na ronde 3, hebben ze wel een kleine comeback gemaakt. Dels Blauwe staat inmiddels op 38 punten. En Team Float nog steeds aan kop met 60 punten. Illuminati. 38, 60, geen stress. Er zijn nog genoeg punten te pakken in de laatste allesbeslissende ronde. Link up. Ja.
In deze laatste ronde Link Up draait het allemaal om samenwerkingen. Ik noem een artiest op en aan jullie de taak om die artiest op te volgen met iemand waar hij of zij mee heeft samengewerkt. Dus ik zeg als eerste bijvoorbeeld Boef, dan zeg jij... Lil Kleine. En dan zeg jij... Eazy-E. Precies. Elke artiest die in het spel opgenoemd wordt is 1 punt waard, maar de punten worden pas uitgekeerd wanneer het spel stuk loopt. Dus hoe langer de link op, hoe meer punten er te behalen zijn. Nadat ik straks een naam heb opgenoemd, mag het team dat als eerste op de knop drukt, beginnen. Heren, het voelt nog een beetje gespanning, maar we gaan die spanning eruit gooien. Zijn jullie klaar voor de link-up? 100, man. 100. Zijn jullie klaar voor de link-up? Ready. Oké, dan. Dan gaan we beginnen met de eerste naam. Dels Blauw, zet hem op. Team Float, zet hem op. De eerste naam is... Giri 11. Menno Booming. Gert Verdoel. Trench Oosterhuis. Helaas, Gerswoldo en Treintje Oosterhuis hebben nog geen track. Misschien wil je dat graag. Hij is nog niet uit. Ah, ja. Die kennen we, die kennen we. Oké, geen stress, er zijn nog 2 rondes. De tweede naam is... Rox. Abidjan. Kerkie. Opposite. Sef. Gerswoldo. Booby traps gooien. Kijk. Hij is klaar, man. Hoe dan? Nee. Roep iets, roep maar iets. Ik weet niet of het officieel dat is, maar ik zou zeggen Foradi. Dat weet ik niet. Als je moet gokken, waarom gok je Foradi? Bonabof. Nee, slaap nee, lekker. Furadi, bro. Je zei Furadi, bro. Nee, zeg het met chess, bro. Het is niet eens dezelfde tijd. Het is volgens mij niet dezelfde tijd, weet bro. Nou. Hij is een Het klopt? Ja, hij heeft het wel goed. Ze hebben ooit een track gemaakt, het Koningslied. Dat staat ja, erbij, Die bedoelde wij. En die bedoelde ik zeg wij. Je heel de tijd, bro. Maar dan mag goed doorkomen. Ja, jullie mogen daar. Oké, heren. We gaan door vanaf Furadi. Heren, wat hebben jullie daarop terug? Ali B. Boef. Lil Kleine. Mooie artiest. Lexus. Wat? Wat? Lil Kleine, Lexus, Amsterdam heet die tune. Staan toch al die Amsterdamse rappers op? Geen Lil Kleine. Nope, dat is niet correct. Ja. Jullie hadden hier heel veel punten kunnen scoren. Je moet even wachten. Je kon alles opgooien bij Lil Kleine. Ik ken die man. Ja, ik zei wacht even. Ik zei, laat maar een lauwe artiest voor je bedenken. Ik wou niet te makkelijk maken, maar dat was toch. Let's go! De derde rapper voor de link-up. Maak het een lekker lange link-up. We moeten 60 punten scoren. Oké, easy. Akwasi. Easy. Hazy is een producer. Nee, Hazy rapt ook, bro. Oké, I'm sorry. Relax. Leroy. Leroy. Dredd. Krullen. Gikkels, ja. Green Gang? Ja! Die zocht ik. Green Gang. Mario Cash. Boef. Nieuwe pokoe uit. Lil Kleine. Oké, kom op, jongens. Lijpen. Frenna. Laten we een beetje weggaan. Blijf hier. Niet weggaan. Frenna. Deep Block Europe. Een beetje, hallo. Offa, we moeten punten maken toch? M-Hanshow. Malik Montana. Moeten we even nachecken. Ja, die pokoe, ik weet niet of die uit is. M-Hanshow en Malik Montana. Of misschien hebben ze al eens uitgegaan. Ja, man. Oké, hier zie je. Malik Montana. Trobi. Nee, helaas niet. Dat betekent dat de punten gaan naar Dallas Blauw. Lekker hoor, hé. Lekker, man. Boobie Trapper. Lekker, man. Dallas Blauw. Jullie hebben de laatste ronde kunnen pakken. Wat denken jullie? Maak je nog kans op de winst? Ik zag heel eerlijk. Ik heb een beetje kunnen rekenen. En ik denk dat wij niet in de buurt komen van de winst. Maar we vonden het heel erg gezellig.
Ja. Weet je? Ik kan het niet beter mooi zeggen. Laten we het gewoon checken bij de man die wel weet wie heeft gewonnen. For sure. Het is niet zo erg als dat we dachten. Delft Blauw, jullie zijn geëindigd met 52 punten. Oké, gracias. Oké, why not? Maar de winnaars van Red Bull Rap Champs van deze week, deze editie. Team Float met 72 punten. Het zat hem in die eerste ronde toch? Anders eet toch? Maar dit was een piratenvlog, bro. Ingecalculeerd. Goed. Let's get it. De teams zijn nog lekker sportief. Ik hoop dat ze ook sportief blijven, want jullie gaan hier staan. Why not? En de tegenpartij natuurlijk promoten. Ja toch? Hebben jullie nog een request float? Ja man, mijn album is uit, je weet toch, ze moeten blijven streamen, je weet toch, bam. Dat is het belangrijkste, ja. Okay. Float, promote de float, je weet toch. Dat doe ik heel graag zelfs. Ja, dat klopt niet man. Yo, Matar hier van Schemo 15, dit is mijn maatskaffa. Wij willen jullie het nieuws brengen dat het album Float van Rotjoch, mijn broeder, uitgekomen is. En het is vandaag de winnende partij. In dit mooie spel, Rapper Champs. Ja toch, hartstikke mooi gedaan. Dit was Red Bull Rap Champs van deze week. Ik wil graag de teams bedanken voor hun komst. Ik wil voor Showbangers natuurlijk bedanken die altijd in ons midden is. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken. Wees er volgende keer natuurlijk weer bij. Volg de socials van Red Bull Nederland. En vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Complex.nl. Zo blijf je altijd op de hoogte en weet je wie er de volgende keer zijn. De teams hebben hun ding gedaan. Nu is het tijd voor jou om je ding te doen. Laat een like achter en show some love. Ik zie jullie bij de volgende. Hey.